iemand onmisbaar is in dit geheel, dan ben jij dat wel. En we hebben het... Daar houden we helemaal niet van. We hebben natuurlijk niet voor niks de burgemeester uitgenodigd. Die wil jou iets overhandigen. Nou ja, zeg. Ja, dat wil ik heel graag doen. Goedenavond allemaal, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier met z'n allen getuigen van een bijzonder moment. Want dat we 30 jaar lang een kindermuziekschool in onze gemeente hebben. En dat het de 30ste uitvoering mag zijn, vanavond ook. Dat is toch de bijzondere verdienste van mevrouw Misraka Kalman. Gabi, van harte gefeliciteerd. Het is jouw verdienste, het is jouw applaus. Het zijn uw bloemen. Alsjeblieft. Kindermuziekschool De Leeuwerik bestond laatst 30 jaar. Gabi, kan jij ons eens vertellen, wanneer ben je in ons dorp komen wonen en had jij het plan om een kindermuziekschool op te richten? Ik ben 31 jaar geleden hier in het dorp komen wonen. En ik had meteen in mijn hoofd, als ik hier kon wonen in Nederland, wij kwamen uit Italië, uit Zuid-Italië, dan begin ik een kindermuziekschool. Ik ben gestart aan de Leeuwerik. Wij kwamen vanuit Italië naar Nederland. En wij konden hier, omdat Gino, mijn man, bij de Bara ging werken, konden wij hier een huis kopen. En de eerste uitvoeringen, die hielden we dan ook in de Bara, in het magazijn van de Bara. We hadden natuurlijk nog geen geld om een zaal te huren. Dus wij zaten daar tussen de dozen en in de lijmgeur hebben we daar de boel versierd. Ik weet nog wel een kerstuitvoering, dat we overal heb ik kartonnen kerstbomen opgehangen. En dat was heel gezellig en de ouders vonden dat ook heel leuk. Dus zo hebben wij de eerste uitvoering in de Bara gedaan. En daarna gingen we naar Kostverloren. En daarna kreeg je de Halte. En daarna kreeg je in Amersfoort het Hoge Land. En nu zijn we heel blij dat we dus in het Oostwende College mochten dit jaar. En misschien ook nog wel andere jaren. Voor welke leeftijden is deze kindermuziekschool? Het is voor kinderen vanaf 4, 5 tot 14, 15 jaar. En waar geef jij allemaal les in? Ik geef les in algemene muzikale vorming. En daar zit dan blokfluit bij. Maar ik heb hier ook 2 keyboards en een piano staan. Daar gaan we ook mee aan de slag altijd. En ik heb verschillende ritmische instrumenten. Tegenwoordig ook djembes, waar we ritmische oefeningen op doen. Ja, kinderen leren dus eigenlijk bij mij vooral noten lezen in eerste instantie. Maar ze worden, wat ik het belangrijkste vind, ze worden enthousiast gemaakt voor muziek. Om bezig te zijn met muziek, dat is toch het belangrijkste. Aan het eind van het seizoen ga je altijd afsluiten met een musical. Maak je zelf altijd musicals of grijp je ook wel eens terug op een aantal jaren daarvoor? Ik maak de musicals allemaal zelf. Ik heb 5 verhalen, dus 5 musicals die ik na 5 jaar herhaal. Want de meeste kinderen zitten er niet langer dan 5 jaar bij mij op muziekles. Maar dan pas ik het aan, dan komen er weer rollen bij en pas ik het aan de tijd en aan de soort kinderen en de groepen. Dus er komen er weer nieuwe liedjes in, dan wordt het toch allemaal toch wat anders. Maar de ideeën, dat is wel handig, die heb ik zo langzamerhand wel in die 5 musicals. Word jij nog geassisteerd? Ik dacht door je broer. Ik word bij uitvoeringen word ik geassisteerd door mijn broer. Die speelt een improviserend piano bij. En de hele familie die is dan in touw. Van zoons, dochter, schoonzoon, schoondochter. Iedereen die helpt me dan bij zo'n uitvoering. Je bedoelt ook met kleding maken en al die dingen meer? Ja, mijn moeder van 84, die helpt mij nog steeds. Die naait nog steeds ieder jaar weer nieuwe kleding. Ik heb natuurlijk wel een hele verzameling. Maar iedere keer moet het dan toch weer nog een beetje mooier en nog een beetje anders en nog een beetje leuker. Dus dat vinden de kinderen ook heel belangrijk. Ja, daar raste hij. Tra-la-la-la-la-la,
ik denk dat het heel erg belangrijk is dat kinderen muziek blijven maken. En dat ook in deze tijd van recessie, waar we allemaal natuurlijk last van hebben en dat mensen moeten bezuinigen. Ik denk dat het laatste waarop je moet bezuinigen is op het geluk van je kinderen. Dat klinkt een beetje dramatisch. Maar ik denk dat ik soms echt wel mag bijdragen tot hun geluk als ik ze zo bezig zie. En als ik zie wat een plezier ze hebben en later nog met hoeveel plezier ze terugdenken aan het muziek maken hier en de muzieklessen, dan denk ik van nou, ik zou daar dan, ja, ik zou dat... Niet op bezuinigen. Nee, ik zou daar zelf, nou ja, ik moet natuurlijk een beetje reclame voor de zaak maken, dat snap je ook. Maar het is wel echt, ik denk wel dat het heel belangrijk is in de opvoeding van kinderen, dat ze, het is een hele positieve vrije tijdsbesteding, muziek maken. En het is ook een heel leuk sociaal gebeuren bij ons, denk ik. Door die uitvoeringen waar je met z'n allen naartoe leeft en werkt. Koningin Dolly sloeg op de grond. Huh? Wat nou? En toen? Oh, daar sprong sneeuw. Een speciale nar uit de grote hofkikker. Hij pakte het gouden kistje en daar haalde hij de wonden.